Er is natuurlijk al heel lang gedonderd met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Met allerlei dreigementen naar Zuid-Korea, Japan en ook Amerika. Het verschil is wel dat we nu toch op een point of no return zijn aanbeland. Amerika kan niet terug, Noord-Korea kan niet meer terug. Want wie dat doet, die verliest meteen zijn geloofwaardigheid voor de internationale gemeenschap. In ieder geval zijn alle ogen gericht op zaterdag. De dag dat Kim Il-sung, de stichter van de staat Noord-Korea, 105 jaar zou zijn geworden. Gaat die kernproef er komen? In dat geval gaat het waarschijnlijk om een ondergrondse kernproef. Of niet? En als dat het geval is, dan is het de grote vraag wat daar de gevolgen van zullen zijn. Ik heb zelf in de ochtend even gesproken met een Amerikaanse Noord-Korea-expert. En die heeft wel gezegd dat als het echt doordringt tot Kim dat er een militaire aanval komt, het eventueel kan zijn dat hij die test toch even uitstelt. Alleen, hij kan hem ook weer niet te lang uitstellen, want opnieuw, zijn geloofwaardigheid als krachtige leider, die staat natuurlijk toch op het spel. Verder is het absoluut interessant dat China 150.000 soldaten naar de grens met buurland Noord-Korea zou hebben gestuurd. Nou, die soldaten die zouden daar zijn om de grens te beschermen tegen grote groepen mensen die naar China zouden willen vluchten op het moment dat er chaos uitbreekt in Noord-Korea. Maar het kan ook wel eens een hele andere reden hebben. En dat is dat China misschien wel het voortouw neemt om de eerste slag uit te delen. En om zo de situatie onder controle proberen te krijgen. Noord-Korea heeft in ieder geval niet ingebonden qua oorlogsretoriek. Want er wordt inmiddels verklaard dat als Amerika, als Trump oorlog wil, nou dat ze die kunnen krijgen. Ja, wat kan Noord-Korea? We weten het gewoon eigenlijk niet echt. Wat we in ieder geval wel weten is dat Noord-Korea in staat is om raketten af te vuren. En die zouden ook nucleaire koppen kunnen dragen. Want daar is de voorbije jaren is daar genoeg mee geoefend. Ja, verder heeft de Japanse premier Abe gezegd dat hij er serieus rekening mee houdt dat Noord-Korea inmiddels ook in staat is om met raketten het levensgevaarlijke zenuwgas sarin af te vuren.